nieuwjaarsuitzending van Veronica Insight. Smaakvolle uitzending tot nu toe, moet ik zeggen. Johan Derksen, Hanska junior. Nee, maar je hebt het over smaakvol. Ja? Misschien maar zo spontaan te binnen. Oh. We hebben van de zomer een daagsels programma gemaakt. Ja, groot succes. Groot succes. Enorm. Ja. Alles wat wij doen... Ja, het is ongelooflijk. Ja. Maar goed, dat heb je aan je reet hangen of niet? Ja, maar in ieder geval, daarna kwam de directeur, de allerhoogste baas van de RTL, afscheid van ons nemen. En toen kregen we een prachtig cadeau. Ja. Ja. Hebben jullie dat cadeau ooit gehad? Nee. Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nee. Hij zou het thuis laten bezorgen. Ja, kunstenares, hè, met allemaal van met die mooie... Kunstenares, ja. Ja, mooi, ja, man. Hartstikke mooi. Ik had al een Rembrandt van de muur gehaald. Ik denk, dat hang ik wel neer. Ja, dat is onze hoogtepunten. Ja. Alles op. Hartstikke mooi, ja. Dat is toch raar, hè? Ja, ik snap het ook niet helemaal. Maar zou het nu wel komen, denk je, naar deze uitzending? Nou ja, maar als je dus smaakloze tv-programma's kunt bedenken, dan kun je toch ook wel eventjes zo'n busje die rommel langs kunnen laten brengen, als je dat belooft. Het zijn ereschulden, hè? Voor meer leuke video's abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.